vele gezichten gekend. En ook natuurlijk inderdaad de stad verandert. Dus ook de Jazzweek verandert mee. Het is ook echt een Leidse evenement. Waar mensen na 3 oktober heel snel naar uitkijken. Vooral de kroegen toch natuurlijk is een enorm succes. De horeca die levert altijd een hele grote bijdrage aan de Leidse Jazzweek. En dat is altijd een stabiele factor voor heel veel mooie live muziek. Veel blues, veel jazz. Het is niet iedere dag dat jullie in een kerk spelen, stel ik me zo voor. Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Ja. En jij zat daarboven, hoe was dat? Ja, vanmiddag zei een vriend nog tegen me van, moet je dan iets meenemen voor een orgel of piano? Ik zeg, nee, dat hebben ze in 1630 al neergezet. Dus ja, dat is, dat is dus waar je instapt ineens, een stuk wat er al, een soort stuk geschiedenis. Ja, gewoon een synthesizer uit de 17e eeuw. Ja. Met knoppen, ja, heb je het boven gezien? En waar wil je naartoe? Wil je nog groeien? Ik denk dat de groei, de kracht van de Jazzweek voornamelijk in dat echt in het intieme zit van het festival. En niet de grootste zalen, gewoon juist de kleine plekjes, inderdaad unieke plekken. En dan daar gaat de hart van de lijn naar wel sneller van kloppen.